Ramon Leeuwin, was dit een typisch gevalletje van twee vingers in de neus? Nou, dat vind ik te makkelijk. Natuurlijk niet. Het is gewoon een wedstrijd op eredivisieniveau. Wij moeten ons wel degelijk inspannen, maar uiteindelijk was het wel een vrij makkelijke overwinning, ja. Vooral voor jou als verdediger, er was bijna geen werk te verrichten, leek het wel. Nee, we hebben gewoon die wedstrijd goed aangepakt. Ik vind dat je vooral naar jezelf moet kijken. En ik denk dat we die wedstrijd, ja, zoals ze zeggen, professioneel hebben aangepakt. En vroeg op voorsprong gekomen. En daarna zijn we eigenlijk niet meer heel erg in de problemen geweest. Konden jullie het in de tweede helft op halve kracht af? Nee, dat vind ik te makkelijk. Ik denk dat we de tweede helft ook niet geweldig speelden. Een beetje slordig af en toe. En ik vind dat je dan ADO daarna gewoon tekort doet als je zegt twee vingers in de neus. Nee, dat niet. Wat jij zelf betreft, jij bent in de winter gekomen als een soort extra slot op de deur voor de verdediging waar veel blessures in waren. Hoe beleef jij deze weken? Ja, deze weken zijn leuk. Hè? Als je wint is voetbal altijd leuk. En de laatste weken draait het lekker, gelukkig. En voor mij dat ik speel in dit elftal, dat is alleen maar genieten. Hoe kijk je naar dit ADO? Doet toch wel een klein beetje pijn omdat ik er ook gespeeld heb en gevoel bij heb. Ik denk dat... Dat ze het heel moeilijk hebben en moeilijk gaan krijgen ook nog als ze zo doorgaan. Maar goed, hopelijk als het aan mij ligt, dan blijven ze erin. Heb jij nog gemengde gevoelens bij ADO? Omdat op het moment dat jij de club verliet, je geen basisspeler meer was, je moest een niveautje terugschakelen, heb je uiteindelijk weer opgeklommen? Ja, nee, goed. Ik heb bij ADO kijk ik vooral naar de leuke tijd. Hè. Dat ik aan het begin alles gespeeld heb, basisspeler en Europees voetbal gehaald. Van Ajax gewonnen veel, dus dat was fantastisch. Daarna ben ik geblesseerd geraakt en daarna inderdaad een beetje uit de picture. Maar goed, carrière stopt niet bij één club. En daar heb ik weer opgepakt en nu sta ik hier als tevreden man. Zie je dit als een bonus in de carrière, in het deel van de carrière waarin je je nu bevindt? Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen zien. Maar zelf kijk ik daar eigenlijk niet zo naar aan een bonus. Ik doe waar ik goed in ben en de club heeft mij gehaald ook om te helpen en te laten zien wat ik kan. En dat doe ik nu gewoon, maar zoals je zegt, kijk, het is wel erg lekker dat je nu nog op deze leeftijd, aan het einde van je carrière, hier bij zo'n fantastische club en een goede elftal mag spelen. Laten we eindigen met twee vragen. Denk je dat ADO gaat degraderen? Ja. Dat is heel duidelijk. Ja, dat is 6.8 geloof ik, op een veilige plek. En ik hoop nogmaals dat ze er beter voor komen te staan, maar op dit moment ziet het daar niet naar uit, als ik eerlijk ben. Wordt AZ dan kampioen? Nee, daar laat ik me niet over uit. Weet ik niet. Op dit moment staan we er goed voor. En we gaan het gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En als we er 1, 2, 3 wedstrijden voor het einde nog zo voor staan, hopelijk. Dan stel me die vraag nog eens. Misschien heb ik dan een ja of een nee. Maar op dit moment weet ik het niet. Het idee dat het zou kunnen voor het eerst in je carrière, dat moet wel iets bijzonders oproepen. Nee, dat doet het zeker. Maar goed, het is nog veel te ver weg. En ik denk dat de buitenwacht er veel meer mee bezig is dan wij zelf. Maar kijk, heel dit elftal, volgens mij is er nog niemand kampioen geworden. Dus dat we hier nu eerste of gedeelte eerste staan, dat moeten we dus genieten. En dat moeten we hopelijk zo lang mogelijk volhouden. Gefeliciteerd met deze 3 punten. Ja, dankjewel. Thanks, man.